Vandaag vinden de eerste van vele testvluchten plaats. Samen met het Nationale Park de Hoge Veluwe en EVI kijkt de brandweer naar het inzetten van drones voor het detecteren en analyseren van natuurbranden. We testen met gecontroleerde branden het infrarood camera detectiesysteem. Project van grote toegevoegde waarde zal zijn voor het voorkomen van natuurbranden in het park en andere natuurgebieden.